Welkom op deze meditatie om de dieren te helpen. Je mag ergens rustig gaan zitten of liggen. En dan kan je eens diep inademen tot in je buik. En als je uitademt, laat je alles los wat je niet meer nodig hebt. Je ademt in en je laat los. Je kan dat een paar keer doen. In en uit. Nu mag je je verbinden met je intentie, met het centrum van de aarde. Als we goed verbonden zijn met de aarde, zijn we dicht bij onszelf en kunnen we dingen realiseren. Je kan je met het centrum van de aarde verbinden door je voor te stellen dat er een krachtige straal van je staartbeen vertrekt en deze straal loopt helemaal door de aarde tot in haar kern. En in de kern van de aarde klik je deze straal vast. En dan mag je vragen aan je hart om zich te openen voor de dieren. Je kan een dier waar je een sterke band mee hebt in je gedachten nemen, in je hart nemen, of verschillende dieren. En zeg maar tegen je hart: open je voor de dieren. Open je voor dit dier, voor deze dieren en voor alle dieren op de aarde. Onze aarde huisvest verschillende levensvormen. Mensen, dieren, bloemen, planten, bomen. Elke levensvorm is uniek en heeft een eigen functie, eigen talenten. Elke levensvorm heeft ook een bewustzijn. En elke levensvorm verdient respect en liefde. Deze meditatie is een meditatie voor het welzijn van de dieren. Vooral de dieren die door mensen als voorwerpen worden behandeld. Als dingen, alsof ze geen bewustzijn hebben, geen emoties. Het gaat dan bijvoorbeeld over de dieren in de vleesindustrie, dieren in labo's, de farma-industrie. Dieren gebruikt voor vermaak, zoals dieren in stierengevechten en honden in hondengevechten, enzovoorts. Bedoeling is dat we deze meditatie zo ruim mogelijk houden,
zodat er zoveel mogelijk dieren worden bereikt. En ieder van ons gaat zich focussen op wat er voor hem of haar klopt. Nu mag je alle dieren die lijden in je intentie nemen. Misschien zie je concrete situaties, maar dat moet niet. Dus je neemt al deze dieren en hun lijden in je intentie en je vraagt op jouw eigen unieke manier om hulp voor hen. Misschien vraag je voor hen om liefde, ondersteuning, zachtheid of misschien vraag je om healing. Doe dat maar op jouw manier. Neem er even rustig de tijd voor. Nu vragen we de aarde om hulp voor deze dieren. De pure energie van haar kern treedt in werking en ook alle krachtige bronnen van de natuur. De helende kracht van alle kruiden, bloemen, planten en bomen. De helende kracht van de vier elementen. Aarde, water, lucht en vuur. Ook de helende kracht van alle kristallen en ertsen. We vragen ook om hulp aan alle lichtwezens, alle engelen, godinnen en opgestegen meesters die gespecialiseerd zijn in dieren en natuur. En elk van hen stuurt nu zijn of haar unieke helende energie. Misschien zie je hoe dit allemaal gebeurt, of je voelt het, of je weet het. Het is allemaal goed. Misschien krijg je nu helemaal geen informatie door. Ook dat is goed. Je intentie, je vraag, is voldoende om al deze energieën in beweging te zetten. En blijf ondersteunende energieën voor deze dieren in je intentie zetten, uitnodigen. De hulp van de aarde, de natuur, de lichtwezens, engelen, godinnen en opgestegen meesters. Nu vragen we dat al deze krachtige energieën worden gebundeld tot één helend energieveld. Dit energieveld is heel divers omdat het zoveel verschillende onderdelen bevat. Het helende energieveld wordt steeds krachtiger en steeds groter.
Het breidt zich steeds verder uit over bossen, velden, dorpen, steden, landen, werelddelen. Dit prachtige, helende energieveld vloeit als een schitterend teken, langzaam maar zeker, over de hele aardbol. En zo bereikt dit energieveld elk dier dat lijdt. Zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, enzovoort. Alle mogelijke dieren, zonder onderscheid, groot en klein, jong en oud, warm en koudbloedig, aaibaar en niet zo aaibaar. Het energieveld stroomt over de hele aarde. Van de dieren in de zichtbare grote bedrijven en machtige organisaties, tot de dieren in de kleine, vergeten uithoekjes op onze planeet. Misschien zie je dit gebeuren. Misschien voel of weet je het. Of misschien niet. Het is allemaal goed. Je intentie is voldoende. En nu vragen we dat dit energieveld, deze heling, bij al deze dieren op aarde blijft, zolang ze dit nodig hebben en graag willen. Ook hierbij kan je de aarde en alles en iedereen betrokken bij deze meditatie om hulp vragen. Zie, voel, weet hoe deze schitterende, helende energie zich zachtjes nestelt rond alle dieren die dit nodig hebben en graag willen. Werkzame energieën, klaar voor al deze dieren. Nu en in de komende tijd. En nu we heling gevraagd hebben voor alle dieren op aarde, komen we aan het volgende deel van deze meditatie. En dat gaat over ons eigen bewustzijn en leven. Soms kan de gedachte komen: ik kan in mijn eentje de situatie van de dieren toch niet veranderen. Als we een inzicht en dieper weten koesteren, als we dit leven neerzetten in ons leven, bereiken we hiermee het bewustzijn van andere mensen. Alles is immers met alles verbonden. We zijn dan een soort vuurtoren. Ons licht bereikt anderen. De
anderen nemen het licht in zich op en worden uiteindelijk zelf een vuurtoren. Je kan nu, als je dat graag wil, de vraag stellen aan je hoger bewustzijn: hoe kan ik nog meer een vuurtoren, of hoe kan ik een vuurtoren zijn voor dierenwelzijn op onze planeet? Je mag ervan uitgaan dat de informatie die je nu ontvangt of gaat ontvangen een antwoord is op je vraag. Stel je open voor deze informatie. Het kan zijn dat je nu niet onmiddellijk een antwoord ontvangt, maar doordat je dit gevraagd hebt, kan je in de toekomst in jezelf een evolutie ervaren hier rond en kunnen dingen duidelijker worden hierover. En als je wil, kan je nu een meer concrete vraag stellen aan je hoger bewustzijn. Wat kan ik concreet nog doen om het dierenleed te verminderen, het dierenwelzijn te verhogen? Stel je open voor de antwoorden op deze tweede vraag. Misschien gaat het over je eetgewoonte. Misschien over de make-up die je gebruikt. Of over een meditatie die je regelmatig zou kunnen doen. Misschien om de ondertekening van een petitie of een donatie. Of om verschillende van deze actiepunten. Of om nog iets anders. Ook hier, als er nu nog niks komt aan informatie, is de kans heel groot dat dat later wel het geval gaat zijn. Je kan nu in je intentie zetten om echt iets met deze actiepunten te doen in je leven. Het licht van onze vuurtoren is immers het krachtigst als we onze inzichten ook echt in ons leven brengen. En de volgende stap in deze meditatie is er een waarbij we werken aan de shift in het bewustzijn van alle mensen. Alles is met alles verbonden. Ook het bewustzijn van alle mensen. Het collectieve bewustzijn is het gemeenschappelijke bewustzijn van alle mensen. Alle grote veranderingen op onze planeet zijn er gekomen door een shift, een verschuiving in het collectieve bewustzijn. Het collectief bewustzijn zet ook alles in beweging. Het is een sterke kracht op aarde voor opbouw, voor het realiseren van concrete resultaten. Als we een inzicht, een dieper weten koesteren, als we dit leven, zijn we een vuurtoren en bereiken we hiermee het bewustzijn van andere mensen.
Zodra er genoeg mensen bereikt werden, komt er een kantelmoment, een shift in het collectieve bewustzijn van de mensen. Plots flitsen er inzichten door de lucht en iedereen begrijpt het. En dan komt alles in beweging. Politiek, machtige organisaties, economische belangen. Niks kan deze beweging nog tegenhouden. Dit was zo met alle grote omwentelingen. De afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld, de val van de Berlijnse muur enzovoort. Na een shift in het collectieve bewustzijn zien alle mensen dieren als levende wezens met een bewustzijn, emoties, een persoonlijkheid. Mensen begrijpen dat dieren respect en liefde verdienen. In de volgende stap vragen we aan de scheppende kracht, de bron, om hulp voor deze shift of verschuiving in het collectieve bewustzijn van de mensen. We vragen dat het schitterende energieveld dat om de hele aarde hangt om de dieren te helpen, nu ook geleider wordt voor het licht van alle vuurtorens die nu al op onze planeet zijn. Zie, voel, weet hoe alle mensen die hun dieper weten in verband met dierenwelzijn leven, hoe alle initiatieven rond dierenwelzijn hun licht uitstralen. En het inzicht, het dieper weten, breidt zich uit. Steeds krachtiger. Steeds verder. Het komt in het bewustzijn van steeds meer mensen. En ook in hun leven. Wat vertroebeld was, wordt weer helder. Belemmerende overtuigingen en blokkades laten los. Steeds meer mensen worden op hun beurt een vuurtoren. Het licht wordt nog krachtiger, reikt nog verder. En het aantal mensen wordt nog groter. Dit aantal groeit steeds verder naar het aantal dat nodig is om deze shift in het collectieve bewustzijn van de mensen te realiseren. Het is alsof een wipplank de andere kant op wipt. Wetenschappers noemen dit aantal de kritische massa. Nu mag je je inbeelden, visualiseren, je voorstellen dat de shift in het collectieve bewustzijn van alle mensen op onze planeet gebeurt. Er zijn genoeg vuurtorens om deze verschuiving mogelijk te maken. En deze verschuiving is door niks of niemand tegen te houden. Door dit te visualiseren, bundelen we onze krachten en manifesteren we een fijne energie. Alles wat gerealiseerd werd, ontstond eerst in de verbeelding. Hoe ziet onze planeet eruit na deze shift? Hoe leven de mensen? Hoe zit het met hun eetgewoontes? Hoe
Hoe zit het met dierenproeven voor de farma-industrie? Met dieren in de vleesindustrie? Hoe leven de dieren? Hoe gaan mensen en dieren met elkaar om? Wat schenken de mensen aan de dieren? Wat schenken de dieren aan de mensen? Blijf je maar inbeelden, verbeelden hoe het na de shift is op onze planeet. Alles wat je nu ziet, visualiseert, voegt zich bij jouw vuurtorenfunctie. Alles wat nu in je opkomt, is de voorbode voor een latere manifestatie. Nu mag je zacht weer terugkomen naar het hier en het nu. En je weet dat het krachtige energieveld blijft doorwerken op de aarde om de dieren te helpen. En ook naar een shift in het collectieve bewustzijn van de mensen. Je mag je handen en je voeten wat bewegen. Je misschien wat uittrekken. Je komt weer helemaal terug naar de ruimte waarin je je bevindt. En als je er klaar voor bent, mag je weer je ogen openen. Blij met je bijdrage aan het welzijn van de dieren op onze planeet. En dankbaar voor wie je bent.